Ik ben Rafael Drent, 51 jaar, geboren in Arnhem, woon al een jaartje of 30 in Tiel. Ik woon samen met Jacky van Noord, we hebben 6 kinderen, fotograaf en mijn motto is, a dirty mind is a joy forever. In deze aflevering van Zomervisite 2018 praten we met Rafael Drent, al jarenlang als fotograaf actief. In Tiel en omgeving een bekende verschijning. Zijn foto's vallen vaak op door de artistieke kwaliteiten. Daarom ontvangt Drent regelmatig prijzen voor zijn werk. Wie is deze man achter de foto's? We praten met hem in deze aflevering van Zomervisite. Rafael, van harte welkom. Een bijzondere Tielenaar. Ja, Rinier, dat maak jij ervan. Hè? Dat durf ik voor mezelf niet te zeggen natuurlijk. Nou, dan doe ik dat wel. Ja. Mensen kunnen jou kennen van jouw mooie foto's. Ja, ik loop al een jaartje of, wat zal het zijn, 28, 30 door het Tielse. Ja. Ja, niet alleen door Tiel, maar ook gewoon nationaal ben je een bekende verschijning als het gaat om speciale foto's maken, want dat doe je. Ja, ik doe mijn best voor verschillende opdrachtgevers, maar goed, de mensen uit Tiel die kennen mij natuurlijk van de Gelderlander, stad Tiel, vroeger de zakengids. Daar kennen ze van, maar een hoop mensen weten natuurlijk niet dat ik nog een hoop andere opdrachtgevers heb, werk heb. Door het hele land en het buitenland. Ja, daar gaan we het later nog over hebben. Hey, waar komt nou die passie vandaan? Weet je, dat zit in je. Ik heb, zonder dat ik wist dat mijn vader fotograaf was, heb ik op mijn, dat kan ik me nog herinneren, op mijn 5e een fototoestel gevraagd aan papa en mama. En ook gekregen. Dat waren vroeger die fototoestellen met zo'n klein flitsblokje erop. Eén keer doordraaien, klikken. Dan verbranden die. En toen ben ik eigenlijk begonnen met fotograferen, dus eigenlijk nooit meer opgehouden. Maar het fotograferen zit wel in de familie? Ja, opa begonnen. 4 zonen en 1 dochter. De dochter is kapster geworden. En die zonen zijn allemaal in de fotografie terechtgekomen. Mijn pa reclamefotograaf, andere oom persfotograaf en de andere twee hadden fotowinkels, zaken. Ja, goed, op je 5e begonnen, maar dat is je zich gaan specialiseren. Ja, ik heb eigenlijk, moet je heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk altijd geweten wat ik wilde worden. Al vanaf mijn 5e en dat was fotograaf. En dat wil eigenlijk ook zeggen dat ik er een beetje met de pet naar gegooid heb op school en zo. Want je wist het al? Ik wist het al, ja. Nou, kan ik jou de hand geven? Ik had hetzelfde. Ja, dat is maar, weet je, ik weet, dat is wel redelijk bijzonder, want wij bijvoorbeeld hebben 6 kinderen, Jacky en ik. Ja, als je dan eigenlijk al in huis hoort dat men eigenlijk niet goed weet wat ze willen worden. En dat hoor je ook van vriendjes, vriendinnen, noem het maar op. En uiteraard ook van vrienden van mij. En dat ze allemaal laat wisten wat ze uiteindelijk zouden gaan doen. En dat is logisch op zich. Hoe kun je nou als je 15 bent, normaal gesproken weten wat je wil worden? Nee, dat klopt. Of je moet een rare figuur zijn zoals Rini Traar of zo Rafael Drent. Ja, maar zijn uitzonderingen. Ja, dat blijkt. En ik heb en het mooiste was altijd. Toen mijn oom en opa nog leefden en ik daar veel ging logeren, 10, 11, die mensen hadden de Gelderlander. Toen dacht ik altijd, als ik nou ooit eens voor die krant zou kunnen fotograferen, dat zou ik echt fantastisch vinden. Weet je, mijn foto's in de krant. Om het te laten zien? Wat is het nou? Is het zeg maar andere mensen jouw kijk laten zien of is het gewoon het doen? Nee, het is het doen. Andere mensen laten zien, maar ook het erbij willen zijn, weet je, als het gebeurt. Ja, precies. En of dat nou een portretje is of een ongeluk of een brandje. Daarbij zijn, meemaken en uiteindelijk ook het resultaat de volgende dag in de krant zien staan. Met jouw naam onder de foto. En dan is het net elke keer weer het moment te pakken zien krijgen. Is dat een sport? Ja, de sport is, weet je, ik vergelijk voor het weer met jagen. Jagers in het bos met hun geweren en noem maar op. Ik vind het altijd, als ik met mijn kamer op pad ga, het is een soort van jagen. Het goede moment weten vast te leggen. Maar zie je het ook als kunst, als artistiek achter iets of eigenlijk helemaal niet? Jawel, tuurlijk wel. Ja. Vanuit een ander perspectief. Ik zie jou op verschillende. Ik zie jou natuurlijk ook regelmatig, hè, dat je bij klussen tegenkomt of dingetjes. En dan zie ik ook wel van nou, dit moet een nieuwsfoto zijn en dit hier mag wel in kunstzinnige vorm in zitten. Ja, benader je het ook zo? Jazeker. En heb je ook wel eens foto van nou, daar heeft Rafael wel weinig zin gehad, rammen, flitsen, wegwezen. Ja, maar dat heb ik ook wel eens. Tuurlijk heb ik die moment ook wel eens weten. Dan is het heet of je bent moe of eind van de dag. Of het onderwerp spreek je niet zo aan. Maar dan toch
probeer je er iets van te maken. Al is het maar je camera iets schuiner houden of even op de grond liggen van onder naar boven. Of net even dat... Vanuit een ander perspectief. Van een ander perspectief. Of net even dat licht meepakken, weet je wel. Maak jij het plaatje van tevoren in je hoofd of doe je het gewoon op het moment? Of zie je het pas achteraf dat het zo mooi was? Nee, kan ook, hè? Nee, ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk niet zo. Maar weet je, als ik portretten maak bijvoorbeeld... Uh-huh. Maar weet je, dat kijk, je wordt pas fotograaf als je het ook heel veel doet. En je kan niet zo zeggen van zo vandaag ben ik werkloos of vandaag zeg ik mijn baan zo, maar morgen ben ik fotograaf. En weet je, in mijn beleven kan dat gewoon niet. Hoeveel procent van het vak is nou techniek? Nou, in mijn geval nul bijna gewoon. Je moet gewoon het plaatje zien. Ja, weet je, ik ben atechnisch. Ja. Weet je, ik weet bijna amper hoe mijn camera werkt. Ik weet amper hoe mijn software werkt. Als ik iets niet weet, ik moet altijd anderen bellen, want ik weet het gewoon niet. Maar als ik het eenmaal weet, dan kan ik er goed mee omgaan. Ja. Maar kijk, als ze mij vragen, ik word ook fotograaf, hoe word je dat? Weet je, ik zeg dat door het iedere dag te doen. Weet je moet dag in, dag uit moet je fotograferen. En ik kan mij nog heel goed, weet je, ik ja, ben maar mijn... dat zeg je nou wel. Nee, luister, ik ben op mijn... Je ziet het wel of je ziet het niet? Ja, nee, dat klopt. Maar kijk, ik ben op mijn 16e, 17e echt een beetje, weet je, ben gaan werken voor baas en noem het maar op. Hmm. En ik weet dat het moment, dat was echt waar, weet je, ik was rond de 30. En toen maakte ik een foto van een man in zijn bedrijf en toen dacht ik, zo, nou kan ik een goede foto maken. En weet je hoe dat komt? Weet je, ik kom aanrijden met mijn auto. Tijdens het uitstappen zie ik al in mijn ogen hoe de zon staat. Ik weet al hoe het gebouw eruit ziet als ik naar binnen loop. Ik vraag al op een bepaalde manier aan de secretaresse of meneer aanwezig is, met wie ik een afspraak heb. Die meneer komt eraan. Die man vraagt mij, hoe wil je het genoeg? Ik zeg, we gaan naar beneden. Weet je, ik, binnen 2 minuten heb ik die man ook op zijn gemak, man of vrouw. Ik maak die foto. En het is klaar. Weet je, ik hoor ook aan het klikken van mijn camera of mijn instelling bijvoorbeeld goed is. Weet je, dat is een soort blindelings vertrouwen in jezelf en in je apparatuur. En dat lukte mij pas na 12 jaar. Toen dacht ik zo. Echt waar, dat moment had ik in één keer van, verrek, nou heb ik alles in de hand. Maar dan kun je ook wel bedenken dat je dat zelf vindt, maar dan moet een ander dat ook nog vinden. Nee, en dat blijkt aan de opdrachten. Ja, ik ben redelijk druk. Ik zag laatst nog, was bij RTL, voetbal Oranje blijft thuis. Ja, 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 ja. Er was toevallig een filmpje bij met Louis van Gaal. Ja. En wie stond daar vooraan te klikken? Rafael zelf. Ja. Hoe zat dat verhaal? Ik was toen in opdracht van Sunweb, hè, de vakantieaanbieder. En Sunweb sponsorde de bus of had de bus beplakt, weet ik van, met Sunweb of zo erop. En die wilde graag een foto hebben van Gaal met de bus. En ze waren op trainingskamp in, ja, waar zaten ze toen? Ergens op de Veluwe. Ergens op de Veluwe, ja. En of ik daar maar naartoe wil. En goed, ik ga daar naartoe en Louis houdt daar zijn perspraatje. Ja, en die doet de historische uitspraak van, ik heb de bus ontworpen of zo, weet je, zoiets. Ja. Dat was het gewoon. Ja, en, ja dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ja, en ik stond daar toevallig dit te klikken, dus... Maar ja. Zo zit jij natuurlijk op heel veel momenten die ertoe doen. Zowel Tielse geschiedenis, maar ook zaken in Nederland. Wat is er jou het meeste bijgebleven? Van wat? Nou, gewoon van foto's die, waar je bij was. Wat de indruk heeft gemaakt. Nou ja, weet je, ik ben natuurlijk toen ik van school af ging en ik begon bij mijn vader te werken. Mijn vader was reclamefotograaf. Maar goed, weet je, als je bij je vader werkt, je bent puur bij dat bos op een gegeven moment. Mijn vader zegt, weet je wat, ga jij maar eens een tijdje bij mijn oom, bij zijn broer werken, mijn oom werken. En mijn oom was persfotograaf, of is het nog steeds. Werkte voor de Telegraaf, Algemeen Dagblad. En dat heb ik toen gedaan. En vanaf dag 1 dacht ik, dit is het. Weet je, mijn pa was natuurlijk reclamefotograaf. Het was studiowerk, urenlang over één foto doen. Ja, daar had ik het geduld gewoon niet voor. Ik naar mijn oom, dag 1 verkocht. Toen kreeg dat was net in de periode bijvoorbeeld dat toen Hein werd ontvoerd en vermoord. In Oosterbeek, waar die begraven lag. Ja, en op een gegeven moment was bekend dat zijn graf was gevonden. Ja, en dan is het... Renkum was dat. Ja, ergens aan de bossen. En dan is het zaak dat je als eerste... persbureau, toen had je persbureaus met veel fotografen, dat je als eerste de plek ontdekte waar dat dan gebeurd was, zodat je de foto's heel snel kon maken en door kon sturen naar de landelijke persbureaus, kranten.
ja, weet je, en dan stap je in die auto en dan ga je ook zoeken. En we hadden natuurlijk bakjes, je had toen nog geen mobiele telefoons, mm-hmm. hè. Dus je kon communiceren met bakjes en je kon de politiescanners afluisteren. En alle fotografen die op zoek waren, die gingen linksaf. Ik denk, nou weet je, als iedereen toch linksaf, dan ga ik maar eens rechtsaf. Ja, weet je, en dan vind je uiteindelijk die plek, weet je wel. En dan foto's maken, de kick om heel zo weer naar de zaak te gaan. Filmpjes ontwikkelen, afdrukken, doorsturen met een seinapparaat. Ja, weet je, dat was fantastisch. En hoe lullig het onderwerp natuurlijk ook is, maar als beginnende fotograaf is het natuurlijk super spannend. Daar heb je ook je naam mee gezet. Nou ja, weet je, dat was er nog in opdracht. Ik werkte bij mijn oom, dus volgende dag staat er gewoon onder de foto Peter Drenthe in plaats van Ravel. Ja, maar goed. Ja. Toch ben je trots dat jij die foto hebt gemaakt. Ja. Weet je, en dat, weet je, dat staat me als eerste bij. En dan heb ik natuurlijk nog in de loop der jaren, weet je, ik heb natuurlijk koning Willem-Alexander gefotografeerd, Maxima gefotografeerd. Heb je er ook mee gepraat? Nee, dat doe je eigenlijk niet. Nee. Je bent toch gewoon aan het fotograferen. Je zei een keer, koning lag een keer, dat idee. Nou ja, ik heb het wel met nu prinses Beatrix, toen de tijd koning Beatrix heb ik dat meegemaakt. Dat ze bezochten het Corso. Mm-hmm. En toen kwam er op een gegeven moment een wagen langs, ik weet niet meer van welke dorp dat was. Maar het was een gele pop met een hoedje op en een open mondje. En een geel kleed had die pop aan. En dat had Beatrix ook aan. Ik denk, verrek, die pop die lijkt wel heel erg op Beatrix. En die pop was hier, ik stond hier en daar stonden alle andere fotografen. En zij neigde al om naar die andere fotograaf toe te lopen. En toen heb ik inderdaad geroepen van, majesteit, komt u even deze kant op, dan kan ik even een mooi fotootje van u maken. Ja, en tot mijn verbazing deed ze dat Rini. Dus zij komt naar mij toe en zij ziet die pop. Bam! Oh! Ja, inderdaad. En die pop had ook zo'n open mondje, weet je wel. Dus toen was het klik, klik, klik. Ja, zo hard. Fantastisch. Het, ja. 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 Maar normaal gesproken praat je eigenlijk niet met die mensen. En net wat jij zegt, hè, ook het erbij zijn, het moment willen beleven. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een ding, hè? Tuurlijk. Dat is prachtig. Ja, dat is prachtig. Weet je, dat is adrenaline. Maar het is ook met 15, 20 andere collega's toen de tijd. En nu zijn natuurlijk veel minder fotografen. Maar weet je, iedereen wilde toen zijn foto maken en het liefst zijn unieke foto. Ja. Dus het is ook wel ellebogenwerk, weet je. Je moet, ja goed, ik ben redelijk groot en fors, dus dat gaat makkelijk. Hè? Ja. Of makkelijker. Maar het is ook, je moet een beetje ellebogen gebruiken. Je moet toch een beetje zorgen dat je op de goede plaats terecht staat. Maar achteraf is het, als je dan met die fotografen nog even, en dat weet je zelf ook wel, we staan er even na te praten, weet je, en dan is het altijd wel weer gezellig, weet je. Dan is het ook een soort, het is ook een mooi clubje bij elkaar natuurlijk ook. Ja, dat vind ik dus zelf ook, hè. We kunnen zeggen van Tiel wat we willen. En we zijn een kneuterig dorp, maar ook een wereldstad. Maar onderling is dat bij tijd en wijle wel heel erg lachen. Ja, en gezellig ook. Ja, we hebben laatst toch ook meegemaakt, ja, draag mij maar weg, weet je wel. Als we daar bij die Maasglas, bij die pijp die naar beneden valt. Ja. En dan staan we daar te wachten met een man of 3, 4. Ja. En collega Jan Bouwhuis is erbij. Nou, Jan, prachtige vent. Ja. En die wil alles registreren en prachtig. En dan hoor je, maar Jan zocht ook een iets andere plek op. Ja. Een mooier plaatje maken. Ja, ja, en dan hoor je uit de verte, na 5 minuten of na 10 minuten, waar wachten we op? Ja. En dan terugroepen. Ja, tot die valt. Ja. Tot die valt. Ja, dan bescheur je het. Ja, maar dat is een mooie humor. Ja, dat is leuk. Ja, maar ook dat kneuterige is leuk. Ja. Dat vind ik, weet je, ik kan net zo goed genieten van een 65-jarige bruidspaar waar de burgemeester op afkomt, weet je, om die mensen te feliciteren en een koffie en een gebakje te eten. Nou ja, als iets groots, weet je, een bezoek van het koninklijk paar of hoe triest ook, weet je, Knor of een Erichem natuurlijk ook. Dat is, ja, weet je, daar ben ik uiteindelijk ook een week geweest. Dat is toch de adrenaline die door je lijf spuit gewoon. Als je die rookwolk had, dat zat in de Nijmegen, weet je wel. Ja. En vanaf Knoop het Valburg zag je die rook al boven komen daar. Ja, dan, je wil daar zo snel mogelijk naartoe gewoon, toch? Ja. Hè? En dat is ook weer... Heeft dat ook te maken met, zeg maar, in the heat of the moment willen zitten? Never a dull moment. Tuurlijk. Dus de spanning opzoeken. Tuurlijk, natuurlijk is dat zo. Dat is nu iets minder dan een aantal jaar geleden, want je wordt ook wat ouder natuurlijk. Maar nog steeds is dat zo, weet je, als het in jouw directe omgeving gebeurt en je bent toevallig hier, ja, dan wil je dat wel hebben, ja. Ja, het is eigenlijk een soort van plicht. Ja, het is bijna een plicht, ja. Ja, dat klopt, ja. Heeft dat ook met de vakethiek te maken?
Ja, dat is wel... Kijk, ik ben natuurlijk al 30 jaar een krantenman. En je weet gewoon dat... in mijn geval de Gelderlander, die wil dat toch hebben. Ja. Ik wil dat ook graag leveren natuurlijk. En ik vind het nog steeds fantastisch als dan de volgende morgen om 6 uur die krant op je bad ligt. Dat jouw foto erin staat. Ja, je hebt tegenwoordig kan iedereen zeg maar een foto maken, hè? Druk op een knop, maar niet iedereen is een fotograaf. Nee, maar goed. Vind je dat jammer dat vak zeg maar dan zo eigenlijk achteruit gaat? Of juist niet? Of is het juist goed? Want er komt van alles dan ook naar boven wat normaal gesproken niet naar boven was gekomen als talent. Ja, weet je, dat is een beetje tweeledig natuurlijk. Hè? Kijk, aan de ene kant is het, vind ik het jammer. Hè, kijk, vroeger was fotograaf, dat was echt een ambacht. Hè, dan, maar was ook een foto ontwikkelen, net wat je vertelde. Dat konden natuurlijk niet heel veel mensen. Ja, die konden dat wel, de amateurs konden dat natuurlijk wel en de liefhebbers. Maar kijk, ik kan me de tijd nog herinneren hè, de krant sloot om 10 uur 's avonds en om 9 uur gebeurde nog wat. En dat fotoweerde op je filmpje, dan ging je naar huis. Film ontwikkelen, dan drukte je de natte negatieve, die drukte je al. Dan had je een natte foto gedrukt. Die droogde je op het dashboard in de auto, schurend naar de krant toe. En ja, dat weet je wel. Ja. En ik vind het jammer, ook vanwege het digitale gebeuren natuurlijk, vind ik het wel heel jammer dat het voorbij is. Ik vind het ook jammer dat, heel veel mensen noemen zich fotograaf, die met alle respect, die zijn gewoon geen fotograaf. Nee, kunnen op een knopje drukken. Die kunnen op een knopje drukken, ja. Weet je, en dan kijken bij die mensen op de site, ja, en dan, die hebben dat 10 foto's gepost en dat zijn dan, dat zijn redelijke foto's. Maar die mensen zetten natuurlijk ook hun beste foto's op de site. Ja, dat denk ik. Weet je, dus als ze dan een opdrachtgever van buitenaf een fotograaf zoekt, die ziet zo'n site, die denkt, die moet ik maar eens bellen, want die foto's zien er goed uit. Ja, weet je, en dan komt er een fotograaf, of dat nou een vrouw of een man is, die komt een foto maken. En die vallen gewoon vrijwel allemaal door de mand. Hey, we praten nou over foto's, maar we willen ook een paar foto's laten zien. Hè? Ja. een paar die jij zelf gewoon, die voor jou spreken. Daar gaan we nu even naar kijken. Vertel er eens iets over. Ik heb er natuurlijk vrij veel gemaakt. Ik ben een enorme fan van U2. En ik heb U2 een aantal keer gefotografeerd, al in de jaren 90 in Nijmegen, in 2000 in Arnhem, het Gelredome. Maar zo'n Bono ook zelf gesproken? Nou, die spreek je dan ook niet, maar het mooiste was dat ik in het Gelredome, begin 2000, dat was redelijk mooi, dat wij stonden met 6-7 fotografen te fotograferen en Bono tijdens het zingen de beweging maakte van fotografen kom op podium. En dat is ook het mooie, want dat is namelijk nummer 2. Kijk, ik heb 3 wensen altijd in mijn leven gehad. 1, fotoweren voor de Gelderlanden. 2, Bono een keer ontmoeten. En 3, fotoweren voor de Voetbal International. Nou, we zijn nu bij nummer 2 terechtgekomen. Dat is dus Bono, U2. Begin 2000, fotoweren, kom op podium. En toen heb ik dus 3 minuten lang met Bono op het podium gestaan. Dat hij stond te zingen, wij moesten hem fotograferen, hij liep achteruit, wij moesten hem volgen met de camera, weet je wel. En op een gegeven moment stak hij dan ook zogenaamd zijn hand voor mijn lens, weet je wel, van niet foto's. Maar dat was een soort kat-en-muisspelletje, weet je wel. Fotogeniek, weet dat die camera er is. Fantastisch gewoon, weet je, voor 25.000 man in het Gelredome, of 30, weet ik veel. Dan ga jij nooit meer vergeten weer. Nee jongen, en op het eind verliest hij bijna zijn evenwicht. Oeh. Dus Bono, die pakt me zo bij mijn schouder. Ja. En die gaat verder met zijn act, met die Edge gitarist. Is daar ook een foto van? Ja, wat dacht je man? Tuurlijk is die foto. Oh, fantastisch. Ja, jongen. Dus ik sta gewoon zo met Bono. Op het podium. Op het podium. Ja, wat wil je nog meer? Ja, dus weet je, dat is me bijgebleven. En nummer 3? De nummer 3. Ja, goed, daar wijken we even af. Nummer 3 is, ik wilde heel graag ook voor de Voetbal International fotograferen. Johan Derksen tijd nog? Of ja, Johan Derksen tijd nog, ja. Ja, ja, ja. En waarom? Heb je iets met sport? Nee, niks. Ik heb helemaal niks meer gesport. Maar ja, weet je, de VI was toen, en nu ook nog wel en nog steeds een beetje, was toch een soort van voetbalbijbel, weet je wel. Dat is de autoriteit. Ja. Dat is de top van Nederland. Ik denk, als ik daar ooit een keer voor kan fotograferen, fantastisch. Nou ja, en ik kreeg out of the blue. Want ik heb die mensen ook niet gebeld of zo. Ik kreeg op een dag een mail van geachte meneer Drent Besseraven, we hebben je site bekeken. Zou je eens met ons willen komen praten? Nou, en dat was iemand van de beeldredactie van de VI. Weet je, dat overkomt mij allemaal zo. Je hebt heel wat bekende mensen voor je lens gehad, hè? Noem er eens een paar.
in de voetbalwereld. Ja, ja, de Ronald Koeman, Louis van Gaal, de Suarez, ja, dat zijn allemaal wel, weet je, de Hiddings, ja, noem het allemaal maar op. Dat, die heb ik allemaal wel voor de camera gehad, ja. Terug even naar Tiel. Ja. Wat heb jij met Tiel? Nou, best veel eigenlijk. Weet je, ik woon al vanaf begin jaren 90. En ik vind het een hele fijne plaats om te wonen. Weet je, ik vind het een creatieve plaats. Ik vind het licht heel mooi. We zijn overal, hè? Binnen, als je naar Nederland kijkt, is het een centrale plaats. Dat is mooi, weet je wel. Ja. Het is gewoon middelpunt, hè. Dus belangrijk hoe landelijk werk. Weet je, ja, je bent zo in de Randstad, Limburg, het Oosten, noem het maar op. Ja. Overal binnen een uur. Overal binnen een uur, bij wijze van spreken. En, maar ik vind het ook... natuurlijk hebben wij onze problemen, weet je. En net als iedere andere gemeente, dorp, stad, noem maar op. Ik voel me hier toch geborgen in Tiel. Ik wil ook niet meer weg. Er wordt veel georganiseerd. Ik vind het gezellig. Je kent natuurlijk ook een hele hoop mensen nu. Ja, en door de tijd heen ben je vergroeid met die stad. Dat is gewoon zo, weet je wel. En we kunnen wel eens zeggen van, Tiel, het is allemaal moeilijk en vervelend. Maar uiteindelijk moet je er ook niet aankomen, hè? Nou, dat vind ik dus ook. Ja, ik word zelf altijd best wel boos als mensen zeggen van, Tiel is niet vies. Ja, ik probeer het altijd wel een beetje toch tegengas te geven. Nee, dat vind ik ook niet, nee. En tuurlijk zijn er problemen. Ach, zo overal, joh. Dat is toch overal? Tuurlijk is het zo, weet je. En mensen zullen echt wel problemen hebben ook hier, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, kijk, toevallig heb ik een paar weken geleden een reportage gemaakt over Polen en Tiel dan. En dan rij je over de hennepen. En dan, ja, weet je, kijk, met alle respect, maar je zou er maar lekker wonen. En dan komt er in één keer links van je en rechts van je. Twee huizen met... Nee, en ik heb gewoon helemaal niks, zeg maar. Weet je, als er in één huis 6 of 7 man wonen, ander huis 6 of 7... En die mensen maken geen contact, hebben geen binding met Tiel. Dan snap ik die problemen van die mensen op dat moment. Die snap ik wel. Ja. En die ga ik ook niet tegenspreken natuurlijk. Nee, maar dat is niet specifiek Tiel, dat speelt overal. Natuurlijk. Juist, en daarom zeg ik dat ook, weet je wel. Nee, maar ik probeer niet andermans problemen zeg maar weg te vegen. Want natuurlijk zijn het problemen voor die mensen die daar op dat moment wonen in Hennepen. Maar over het algemeen woon ik heel fijn in Tiel. Hartstikke mooi, tevreden Tielenaar. Ja, met een mooi vak en nog een vakman ook. Laten we daar nou eens even nog op proosten. Proost, jongen. Hey, nog een goede zomer. Nou, dankjewel. Jij ook.